Welkom bij deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag praat ik je bij over het laatste nieuws omtrent Bitcoin, crypto's en macro-economie. We gaan vandaag wat dieper in de fear, uncertainty en doubt die afgelopen week verspreid werd. Onder andere door Elon Musk, die twitterde over het energieverbruik van Bitcoin. En naar aanleiding van enkele andere tweets schoot de koers van Dogecoin ineens fors omhoog. We gaan het hebben over hoe Bitcoin zich verhoudt tot alternatieve currencies, of eigenlijk alternatieve coins. En we kijken ook een stukje verder, want macro-economisch gebeurt er ongelooflijk veel. Zoals we enkele weken geleden al bespraken, wordt het tijd dat inflatie op zou gaan lopen. En we zien dat nu veel hoger dan verwacht. We moeten daar dieper in duiken. Dat doen we vandaag. Maar allereerst maak ik mezelf eventjes kleiner. Want mocht je nou nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, dan is nu het moment om dat te doen. Hieronder vind je een grote rode abonneerknop. En klik dan ook even op het belletje. Want dan krijg je een notificatie als er weer een nieuwe video voor je klaar staat. De afgelopen week heb ik behoorlijk wat berichten gekregen van kijkers en volgers die zeiden, Madelon, ik moest me opnieuw abonneren op jouw kanaal en ik kreeg geen notificaties meer. Dus zorg eventjes dat je checkt of je wel geabonneerd bent. En mocht dat niet het geval zijn, klik er dan even nogmaals op. Dan weet je zeker dat je de video's in ieder geval ontvangt. Want helemaal in deze periode is het ongelooflijk van belang dat je bijblijft over het laatste nieuws. We hebben hier allereerst het nieuws van de week natuurlijk te pakken. De tweet van Elon Musk over Tesla en Bitcoin. Tesla heeft namelijk de betalingen voor haar auto's met Bitcoin suspended. Dus het is niet meer mogelijk om Tesla's te kopen door middel van Bitcoin. En dat heeft te maken met de fossil use. The use of fossils, especially coal. Dus in het bijzonder kolen. En hij vindt dat het allerslechtste als het gaat om fuel. En eigenlijk is het heel erg bijzonder, hè? Want Elon Musk twittert dus over het feit dat allereerst Tesla Bitcoin ging accepteren, daarna ineens niet meer, want het energieverbruik is niet op het niveau wat hij zou willen en in het bijzonder dus niet de duurzame energie. Als we dan de tweede alinea lezen, dan zien we dat hij vindt dat cryptocurrency, in het bijzonder cryptocurrencies dus, niet zozeer Bitcoin, maar cryptocurrencies, een goed idee is op verschillende vlakken en dat het echt wel een mooie toekomst heeft, promising future. Maar dat dit niet ten koste mag gaan van het klimaat, het environment. Tesla will not be selling any Bitcoin. Dus Tesla gaat geen Bitcoin verkopen. En ze willen dus eerst zien dat er meer sustainable energy wordt gebruikt. Dus duurzame energie. En toen deze tweet de wereld inging, viel heel crypto Twitter over wat hij naar buiten bracht. Want we hebben natuurlijk heel vaak het duurzame argument over crypto in het bijzonder, maar ook Bitcoin, besproken. Want is het het nou waard, hè, dat er zoveel energie naar Bitcoin toe gaat? En waarom gebeurt dat dan? Hoeveel is dat dan ten opzichte van andere crypto's? Nou, et cetera, et cetera. Maar hij heeft het hier in het bijzonder niet over energieverbruik aan zich, maar hij heeft het over duurzame energie. Het is renewable energy. En wat Pomp Leanjo hierop reageert, de Pomp, die zegt, Elon, you realize that 75% of miners use renewable energy, right? This energy story has been debunked over and over again. Dus 75% van de miners die gebruikt duurzame energie. En ik heb het ook al vaker genoemd. Bijvoorbeeld Hut 8, die mined bijna 100% op duurzame energie en waarvan een groot deel zelfs zelf gewonnen energie is. Dus het is heel erg bijzonder wat er nu gebeurt en op het moment, en dat is ook wat ik me indenk, hè, als je zoiets naar buiten brengt, op het moment dat je zoiets, zo'n investment doet, want voor hem is het echt een investering. Hij heeft geld van zijn balans, dus dollars die op zijn balans stonden, omgezet in Bitcoin. Heeft daarna weer 10% verkocht om te laten zien dat Bitcoin liquide genoeg is om dat mee te doen. En dat bleek ook wel, de koers ging iets omlaag, maar ging gestaag. En wat hij dus nu aangeeft, is dat hij zich eigenlijk helemaal niet goed in Bitcoin verdiept heeft. Of althans in het energieverbruik. Maar dat kan ik me niet voorstellen als je ongeveer 1,5 miljard in Bitcoin stopt. Ik kan me niet indenken dat je
als je zo'n groot bedrag aan, ook als je het vergelijkt met zijn winsten, het is nu ongeveer 2,5 miljard aan waarde. Hij gaat dit dus niet verkopen. Maar dat was meer de koerswinst die hij heeft gemaakt op het verkopen van die 10%, volgens mij was het 110 miljoen. Dat was meer dan wat hij in 14 jaar Tesla's verkopen had verdiend. Als je zo'n groot bedrag hierin stopt, dan kijk je toch wel verder dan je neus lang is. Dat is wat ik zou denken op het moment dat je zo'n stap zet. En wat mij dan ook opvalt, is dat Tesla natuurlijk leeft van subsidies van de overheid. En daar is misschien een kans dat dit wat met elkaar van doen heeft. Tesla staat natuurlijk voor een groen verhaal, voor groen energieverbruik. En ondanks dat is het natuurlijk ook niet zo dat de batterijen van die Tesla's heel erg netjes zijn, heel erg goed zijn voor de energie in de wereld. En eigenlijk is alles energie, want Dan Held die heeft hier al eerder over getwitterd. Ik heb het ook vaak aangehaald. Ik vraag me ook af of we hier nu helemaal de diepte op in moeten. Maar even een lang verhaal kort. Alles is energie en alles kost werk om te doen. En in de eerste instantie waren dat mensen, toen waren dat dieren en nu zijn dat machines. En dat kost gewoon energie. En hij zegt hier, Bitcoin's energy consumption is not wasteful. It's much more efficient than the existing financial system. No one has the moral authority to tell us what is good or bad use for energy. We zullen altijd met z'n allen energie verbruiken. En op het moment dat jij Keeping Up with the Kardashians of Gold Miners 2.0 aan het kijken bent, dan kost dat energie. En misschien wel in mindere mate energie, maar het kost alsnog energie. En wat is dan goede en wat is dan slechte energie? En hij heeft hier een hele mooie draad over het energieverbruik. Hè? Alles kost energie. En die draad gaat nog verder dan dit trouwens. Ik zie nu dat hij niet helemaal uitgeklapt is. Maar dit is een prachtige manier om proof of work overigens ook uit te leggen. En om uit te leggen waarom Bitcoin energie kost. En dat het veilig is. En hoeveel energie dit dan is. Nou, als je hier je meer over wil inlezen, dan raad ik je aan om dit snel te bekijken. Dit is de draad die je moet hebben als je meer wil weten over energieconsumption. En in het bijzonder wilde ik deze er nog even uitlichten. Dat is ook wat hij heeft gereageerd, hè, op Tesla. Hij zegt hier het volgende. Kijk even naar de jaarlijkse kosten van Bitcoin en de energy used in gallon. Als je dat bekijkt, dan zie je dus dat gold mining veel meer kosten met zich meebrengt. En daar hoor je nooit iemand over. Hetzelfde voor het recyclen van goud. Hetzelfde voor, trouwens, je moet deze comma's als punten zien. In de Europese type manier. En we zien ook het bancaire systeem, wat meer energie kost, jaarlijkse kosten met zich meebrengt. Ook overheden kost meer. En nou ja, dan kun je natuurlijk zeggen, je moet het vergelijken met andere crypto's. Maar die hebben lang niet zo'n sterk en zo'n veilig systeem in vele gevallen als dat Bitcoin heeft. En dat komt door het proof of work mechanisme. En dat legt hij dus ook goed uit in die draad. En Pomp die reageert nog een keer. Can't wait for Tesla to stop accepting US dollars because it has such a negative impact on the environment. En dat is eigenlijk wel een beetje waar het neerkomt. Wat hier wordt gedaan is het plaatje schetsen dat wat Bitcoin doet, dat veel slechter is voor het klimaat en dat ze daarom Bitcoin niet accepteren. Maar eigenlijk is de dollar een veel, veel energieslopender manier dan wat Bitcoin is. En dat kun je hier ook zien, hè, aan het banking system en paper and currency minting. Dus even is dat daar gelaten. Daarna zagen we dat Elon best wel positief was over, ik zal de tweet er even bij pakken, over Dogecoin. Hij zou aan het werk zijn, hè, met Dogecoin miners. Even kijken of er nog wat nieuws. Don't panic. Heeft hij hier nog getwitterd. Waar zei hij dat nou? Hier. Working with Doge devs to improve system transaction efficiency, potentially promising. Dat is wat hij twitterde. En daarna zagen we ineens een behoorlijke price jump. En ook na de aankondiging van Coinbase reageerde de koers van Doge met opnieuw 30%. Ongelooflijk volatiel en fundamenteel niks te maken met alle facetten waarom Bitcoin monetair gezien zo interessant is. Maar blijkbaar is men geïnteresseerd in het kopen en ik hoop ook houden van Dogecoin. Want dat is eigenlijk het verschil in deze.
Het gaat hem niet om het feit dat een prijs van iets hard stijgt. Het gaat hem om het feit dat er niet een bubbel wordt gecreëerd, maar dat er daadwerkelijk een revolutie wordt gecreëerd. En dat kan op het moment dat iedereen Doge wil, ook prima met Doge. Ondanks dat de fundamenten van Bitcoin veel beter zijn. Als we die twee tegen elkaar afzetten, wat is dan het verschil tussen een bubbel en een revolutie? Het verschil tussen een bubbel en een revolutie is het feit dat mensen een bepaalde asset kopen om het te houden. En niet kopen om het te verkopen en er dan om het weer in te ruilen voor dollars en er geld mee te verdienen. Nee, het moment dat we een revolutie zien is het moment dat men zegt, ik accepteer dit en ik wil het niet meer kwijt. Bij Doge zien we tot op heden toch nog steeds dat mensen in die munt stappen omdat ze denken, hey, hier kan ik snel veel geld mee verdienen. En dat is crypto niet. Crypto, of althans Bitcoin in mijn optiek, is niet een get rich quick scheme. Het is een don't get poor slowly scheme. Dat is waar we het straks over gaan hebben als we het over de macro-economie gaan hebben. Maar daarom vind ik Bitcoin zo interessant. Niet om er snel rijk mee te worden, dat is nooit de bedoeling geweest. We hadden deze week pure chaos in de crypto-industrie. Popliano twitterde het volgende. Elon Musk, die heeft geen idee wat hij aan het doen is. En ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, we zagen hem natuurlijk zaterdag bij Saturday Night Live. En het maakt geen sens. Als je hem dan in een Wario-pak ziet, kan je eigenlijk niks anders doen dan lachen. Het is een van de rijkste mensen van de wereld. En het is toch wel heel vreemd dat op deze manier er grappen worden gemaakt over een markt die heel erg sensitief is, over een markt die heel volatiel is, over mensen die hier echt geld kunnen verliezen. En dat zet mij aan het denken. Je ziet me waarschijnlijk nu ook denken over wat er hier daadwerkelijk gebeurt. Laten we het houden op dat Elon niet precies weet wat hij aan het doen is. We hebben Michael Saylor gezien, die opnieuw, ondanks alles, gewoon weer Bitcoin kocht. Hij is iedere maand opnieuw aan het dollar cost averagen met 15 miljoen. Coinbase, die list Dogecoin op haar platform over enkele weken. Daarna schoot de prijs natuurlijk 30% omhoog. Ook zien we heel veel andere coins pumpen. Ik wil dan niet gelijk shitcoins noemen, maar we zagen ineens internetcomputer heel erg hard omhoog gaan. Nog nooit van gehoord. Er waren nog een aantal anderen die ineens best wel hoog in de CoinMarketCap lijst stonden, die daarna weer fors terugvielen. Mainstream media, die doet ook behoorlijk bijzondere dingen. Zullen we het straks ook over hebben. We hadden een aantal shows, waaronder bij Nieuwsuur. We hadden het bij de vooravond. Ik probeer het hier vanuit Mexico zoveel mogelijk te volgen. Maar het is toch best wel bijzonder dat we deze verslaglegging op zo'n, nou, niet hoogstaand niveau zien, hè. Er wordt geen objectieve informatie gedeeld of vaak onvolledige informatie. En dat is iets wat ik behoorlijk kwalijk vind. Maar dat is niet iets wat je alleen in Nederland ziet. Dat gebeurt mainstream, zoals Pomp hier al zegt. Dus ook wereldwijd. En de printer van de centrale bank, die blijft ondertussen zeggen. En institutionele partijen, die stoppen nog steeds geld richting Bitcoin. Het is complete chaos momenteel. En Pomp, die slaat eigenlijk de spijker op zijn kop. Over institutionele partijen gesproken, of grotere partijen gesproken, MicroStrategy deed opnieuw weer zo'n purchase, zoals ik net ook al aangaf, van 15 miljoen. Dat doen ze op maandelijkse basis. Dat blijven ze gewoon doen. In totaal hebben ze nu bijna 100.000 Bitcoin verzameld. En ze zitten nu op een prijs van een totale waarde van 2,2 miljard. En die hebben ze ingekocht op een gemiddelde prijs van $24.403 per bitcoin. Maar deze aanschaf van die 15 miljoen bitcoin hebben ze gedaan vlak voor de dip nog. Helaas, jammer voor ze. Maar rond de 387.000 dollar per bitcoin. Dat is waar het op neerkomt. Dus Michael Saylor blijft gewoon doen wat hij doet. En ondertussen zien we ook de banking giant UBS onderzoek doen naar bitcoin, omdat er vanuit hun rijke klanten toch wel wat vraag is naar crypto. Hier gaven ze het aan, Bloomberg Crypto, die hierover twitterde. UBS explores offering crypto investments for its rich clients. Dus nu gaat het nog wel om rijke cliënten. Dit is overigens een Zwitserse bank, een van de grootste banken van de wereld.
van Europa, moet ik zeggen. En zij zeggen, we volgen de ontwikkelingen op gebied van digitale activa op de voet. Ze behandelen het hier dus als activa, als een asset. Belangrijk is dat we het meest geïnteresseerd zijn in de technologie die ten grondslag ligt aan de digitale activa, namelijk de gedistribueerde grootboektechnologie. Nou, dat is wel heel erg leuk, want ze hebben het hier dus eigenlijk over blockchain, maar daar horen we tegenwoordig helemaal niks meer over. We hadden dat in 2017 ook, hè, toen we eerst die ICO-hype kregen met allemaal projecten die eigenlijk helemaal niks voorstelden, die puur hun ICO deden om geld op te halen. Daarna zagen we dat die markt heel erg afzwakte, dat ook de andere crypto's meegingen, waaronder Bitcoin, maar de altcoins echt helemaal down the drain gingen. En toen kwam ineens blockchain. Dus dat was waar men toen op focuste. En ik weet niet zo goed of we nu precies dezelfde cycle gezien, maar het is best interessant dat ze ineens blockchain weer noemen, terwijl dat eigenlijk ook best wel een beetje gedebunked is, omdat je prima een decentrale database kan oprichten zonder dat je daar blockchain technologie voor nodig hebt. Ja, en deze week kwam het bericht tot ons dat Binance in het vizier ligt van de Amerikaanse overheid. Het gaat hierbij om het feit dat Binance verdacht wordt van witwaspraktijken en belastingfraude. Zoals je weet bevindt Binance zich niet in Europa en ook niet in Amerika. Er is een korte tijd geweest dat Binance zich ook in Jersey bevond om nog Europese klanten van dienst te kunnen zijn. Inmiddels zit Binance in de Cayman-eilanden. Op de Cayman-eilanden hebben ze een kantoor in Singapore. Maar ze zeggen dat ze geen enkel hoofdkantoor hebben. En Chainalysis die heeft onderzoek gedaan naar het bedrijf. Waarvan de klanten dus onder meer Amerikaanse federale agentschappen zijn. En ze concluderen dat er toch wel wat mogelijk criminele activiteiten bij verbonden zijn geweest. En hierbij gaat het dan dus in het bijzonder om belastingfraude en witwassen. En waarschijnlijk is dat dan via Binance gelopen. In principe is het voor Amerikaanse klanten volgens mij ook helemaal niet mogelijk om je aan te melden bij Binance. Dat zou dan ook via een Amerikaanse partij moeten gaan. En aangezien Binance niet in Amerika gevestigd is, mag dat dus eigenlijk niet. Maar daarom liggen ze dus in het vizier. Amerikaanse ambtenaren vrezen dat cryptomunten worden gebruikt om illegale transacties te verbergen. Dit hoeft dus niet per se van toepassing te zijn op de exchange zelf. Het kan ook zijn dat klanten van de exchange illegale transacties hebben gedaan en dat Binance het daarmee faciliteert. Dus houd dat wel eventjes in je achterhoofd. Nou, afgelopen week is er dus zo ongelooflijk veel fear, uncertainty en doubt gecreëerd. Dat ik me eventjes achter mijn oor heb gekrapt en even heb nagedacht over wanneer dit eigenlijk voor het laatst gebeurde. En ik kan me herinneren dat we een bepaalde periode, ik denk dat dat ergens in februari geweest is, ook zoiets zagen. En dat de plan B daar toen over twitterde en dat hij zei, dit is een rare coincidence. En ik heb het toen nog met Herbert in de CryptoCast erover gehad. En Herbert die zei toen, ja, maar Madelon, wat suggereert hij hier nou mee? Suggereert hij hier nou mee dat het allemaal maar een opgezet spel is, dat het allemaal een plan is? En eigenlijk zagen we weken daarna dat de koers van Bitcoin fors opliep en dat we all-time high after all-time high after all-time high zagen. En ik wil daarmee niet insinueren dat dat nu weer het geval is, maar ik vind het wel vreemd dat Bitcoin vanuit zoveel verschillende hoeken aangevallen wordt momenteel. En plan B, die twitterde daarover ietsje later opnieuw. Hij zei, de net result, dus het netto resultaat, nadat Turkije cryptobetalingen bende, nadat we zagen dat er tax was vanuit Biden, behoorlijke tax fud. Nadat we natuurlijk die lawsuit omtrent fake Toshi zagen. We hebben natuurlijk de Tesla Energy Fund gehad. We zien heel veel verschillende dingen. Binance die nu weer beklaagd wordt. Toch, ondanks dat, zien we dat Bitcoin 5 keer hoger staat dan 6 maanden geleden. En zowel het S2FX-model als de on-chain data insinueren nog steeds dat Bitcoin halverwege haar bullmarkt zit. I would not be surprised to see another 5x in the next 6 months. Hier is de grafiek Bitcoin up and onward. Als het stock-to-flow-model haar prijs zal volgen, haar prijsvoorspelling zal volgen. En het lijkt er dus ook op, en daar twitterde Plan B eerder over, het lijkt erop dat we een soort van 2013 aan het volgen zijn. En dat we dan nu ergens hier
mogelijk opnieuw omhoog gaan. En waarschijnlijk ook dat stock-to-flow-model overshoot. Daar is niks aan veranderd. Fundamenteel gezien is er nog niks veranderd. We zien alleen dus dat we de afgelopen 3 dots, en dit is dan de dot van mei, die moet dus nog tot eind mei doorlopen. We weten niet waar dat precies gaat eindigen, maar dat die dus nu neerwaarts staat. Dat is het enige wat we nu zien. En hierna komt dus een oranje dotje. Hierna moeten we dus ergens een oranje dotje gaan zien. En die lag hier zelfs nog een heel stuk lager. Dus dat zou ook nog kunnen, hè, dat de koers nog fors omlaag gaat. En daarna pas weer omhoog. Want hier is de koers best wel hard teruggevallen. Richting $80 van misschien wel $200 naar 80. Daarna rustig gaan weer omhoog. En toen ineens naar $1000. Dus nu zou dat precies hetzelfde het geval kunnen zijn. Dat betekent niet dat de bull market over is. Dus dit is wel een hele interessante analyse om toch in je achterhoofd te houden over wat er gaande is. En ik vind de laatste tijd de tweets van The National Root ook best wel interessant. Hij heeft een soort van stock-to-flow-achtige analyse gemaakt. En hij kijkt dan naar de consolidatiefases. En in mijn optiek was het altijd heel erg lastig. Ik heb het zelf ook meermaals geprobeerd. Was het heel erg lastig om dagen vast te plakken aan bepaalde cycles. Maar in deze zien we dat het er toch wel een beetje op begint te lijken. We zien hier dus de cycles. We zien hier ook het pad. Pad A en pad B. Het zou dus best kunnen, zoals ik net al zei, dat we nog iets omlaag gaan voordat we pas omhoog kunnen. Most signs point out that this cycle is a combination of the cycle of 2013 and 2017. Therefore, it's likely that the duration of the consolidation phase is also between the two. We had dus 174 dagen in 2013 en 55 dagen in 2017. We're only 30 days in, dus we zijn pas 30 dagen op weg. Dus het kan nog wel 61 dagen duren als we vanaf 13 maart rekenen. Dus we kunnen nog wel eventjes die consolidatiefase continueren. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat we nu alweer opwaarts gaan bewegen. Dus in mijn optiek nog meer reden om goedkoper Bitcoin te kopen. Ook als we kijken naar het percentage van de totale market cap, de dominantie van Bitcoin, zagen we dus in het begin, hè, in januari van 2017, dat die markt best wel fors omlaag ging. Terwijl we hier aan de bovenkant pas toen de prijzen fors begon toe te nemen, toen pas zagen dat die dominantie weer wat opwaarts ging. Toen gingen de alts dus ook weer een beetje omlaag. Dus eigenlijk op het moment dat Bitcoin omlaag gaat, of eigenlijk een beetje sideways achter aan het gaan is, zien we dat de alt juist gaan vliegen en gaat Bitcoin weer omhoog strakjes, is er minder ruimte voor de alt. En dat is ook wat we hier gezien hebben. Pas vanaf januari 2018, dus toen Bitcoin fors naar omlaag stort, toen pas zagen we dat de markt voor de alts weer wat omhoog ging. Die zette later een all-time high en daarna gingen de alts ook langzaamaan rustig aan stuk en werd er weer naar Bitcoin geswitcht. Maar we hebben in deze eigenlijk alleen maar data van 2017, 2018, die cycle, en niet van 2013, want toen hadden we eigenlijk nog helemaal niet zoveel alternatieve currencies en alternatieve coins en tokens. Nu is dat wel het geval, dus we kunnen hier in data aan heel klein beetje, echt minimaal wat mee. Maar op het moment dat Bitcoin weer omhoog gaat, zou het logischerwijs resulteren in het feit dat de alts wat minder ruimte hebben om te bewegen. En dat die juist nu meer ruimte hebben om te bewegen. En ook als we dat op Coin Market Cap bekijken, als we dan de dollarprijzen zien en we gaan hem dan even omzetten naar BTC. Dat is altijd wel leuk. Dan kunnen we zien wat het beter doet dan BTC. Oh, dat lukt even niet. Dan kunnen we zien wat het beter doet dan BTC. En dan zien we eigenlijk dat heel veel coins, behalve dan Cardano, het beter doen dan Bitcoin op dit moment. Cardano was al fors gestegen, dus dat is dan de verklaring. Maar eigenlijk doen de meeste alt het beter dan Bitcoin. Dus dat is goed om in je achterhoofd te houden. En ondanks dat doet Bitcoin het ook prima met een plus van 5 op het bord in de afgelopen 24 uur. Dan hadden we dit bericht van de vooravond. En ik wist even niet zo goed wat ik hier nou precies mee moest. Het was mevrouw Van Rooyen die haar mening over crypto's gaf. En in de basis, zij had al een keer eerder getwitterd over Doge, zij heeft een passie gevonden. Ze vindt het hartstikke leuk om naar de cryptomarkt te kijken. En dat is prima. Er zijn heel veel mensen die het hartstikke leuk vinden. Maar daarnaast geeft ze, door Bitcoin en crypto een casino te noemen, een vertekend beeld van wat er op de markt gaande is. Ik gaf je net al aan dat er een verschil is tussen een revolutie en tussen een formatie van een bubbel. Zij, en waarschijnlijk vele anderen, zitten erin om te handelen, om geld te verdienen. En dat is niet waar Bitcoin voor gecreëerd is. Bitcoin is gecreëerd in
2008, eigenlijk 2009, vlak na de val van Lehman. Toen kwam het whitepaper online. En daarin lees je tussen de regels door dat het derde partijrisico een te groot risico is. Het feit dat banken om kunnen vallen. Het feit dat geld niet zo optimaal werkt als dat wij denken. Geld is in feite een piramidespel. De economie is een piramidespel. Want als er geen nieuw geld in de economie komt, dan ploft de economie. En we weten het allemaal donders goed. 30% van de Amerikanen worden betaald vanuit de Amerikaanse overheid. Als er geen staatsobligaties meer worden opgekocht door de Federal Reserve, Amerikaanse staatsobligaties, betekent dat dat er geen geld meer in kas zit. Waar komt dat geld dan vandaan? Niet. Dan ploft dus die hele bubbel ineen. Krijg je een werkloosheid van hier tot Tokio. En dat is waar Bitcoin een oplossing biedt. Bitcoin is een alternatief systeem. Een open, een eerlijk systeem. Een systeem waar vraag en aanbod een rol speelt. Waarbij we uiteindelijk teruggaan naar een soort Oostenrijkse visie, waarbij we niet de Keynesiaanse visie aanhangen, maar waarbij inmenging vanuit de overheid nagenoeg nul is. Waarbij inmenging vanuit centrale banken nagenoeg nul is. En we gaan straks kijken naar hoe de centrale banken het afgelopen periode hebben gedaan. Maar wat ik zonde hieraan vind, is ondanks dat zij een passie heeft gevonden in het traden van cryptocurrencies, is dat het een vertekend beeld geeft van Bitcoin en crypto en waarom dit hier is om te blijven. En dit geeft ook een vertekend beeld aan de kijker. En wat ik ook al zei in mijn tweet vandaag, dit is een gemiste kans voor de vooravond om iemand juist naar voren te duwen met fundamentele kennis en om de kijker te informeren. En ik heb het idee dat dit een meer, hoe zeg je dat, dat het vaker gebeurt, hè? Ook in andere landen, dat dit niet alleen gebeurt in de mainstream Nederlandse media, maar dat we dit ook zien in Europa en in Amerika in het bijzonder. We hebben ook natuurlijk die tweet gezien van Pompliano die het hierover had. Ik ga dit niet aan je laten horen. Dan schrik je je misschien wel rot. Maar in de basis, fijn voor haar dat ze haar passie heeft gevonden. Maar dit is niet waar Bitcoin om draait. En ik wil eigenlijk even iets terug met je naar de basis. Want ik kwam deze quote van Noam Chomsky tegen. En deze quote dekt de complete lading. The general population doesn't know what's happening. And it doesn't even know that it doesn't know. En als de media hier geen objectieve rol inneemt, als zij niet de rol inneemt van informatieverstrekker, van voorziener van objectieve en volledige informatie, dan gaat er dus het een en ander mis. En daarom weet het publiek niet dat ze iets niet weten wat ze niet weten. En als we dan een stapje verder gaan, dan zagen we afgelopen periode dat de koers van goud boven de $1800 uitkwam. En daar is natuurlijk een reden voor. Daarna zagen we rustig aan de koers van goud weer teruglopen. Goud is altijd een voorteken op het moment dat er inflatie of onrust ontstaat, dat die koers begint te rennen. En we zagen dat ook hier. Even voor je lange termijn visie. Ik heb dit al vaker laten zien. Hè? Telkens die neerwaartse trend na een opwaartse trend. Hier zitten we in die neerwaartse trend. Dubbele bodem heb ik ook genoemd in deze video's. Er is een dubbele bodem. Daarna gaan we opwaarts. Dus we zagen een schouder-hoofd-schouder formatie braken uit opwaarts. En het koersdoel ligt nu rond de $1900. We hebben eventjes heel mooi hier ook die oude weerstandslijn, die nieuwe steunlijn werd getest. En we zitten nu rond dit niveau. Kleine terugval gehad en nu inmiddels lopen we langzaamaan weer omhoog. En het is eigenlijk de bedoeling dat we een hogere top gaan zetten. Dus dat we hier bovenuit komen. Het ziet er gestaag en rustig uit. We zitten dus nu in een prachtige uptrend. Je ziet hem hier al verschijnen. En we gaan rustig aan omhoog. Maar onderliggend betekent dat dus dat er fundamenteel het een en ander gebeurt op de markt. Want het is niet voor niks dat men goud koopt. Goud noemt men ook wel eens gestold angstzweet. Op het moment dat er angst en onrust ontstaat, koopt men goud. Gaat men terug naar de basis. En Ed van der Walt die twitterde over het volgende. Hij zag dat er een soort verschil aan het ontstaan is tussen de toenemende inflatie en de lack of labor supply. En dit moet ik eigenlijk even een beetje uitleggen wat hier gebeurt. En hij noemt het voorbeeld van dit restaurant. Is dat we zien dat er steeds meer mensen zijn die op zoek zijn naar een baan, maar het salaris voor die baan te laag vinden. Deze restauranteigenaar die kon niemand vinden die voor zijn job wilde applyen. Dus die
die baan wilden nemen, omdat ze het salaris te laag vonden. En de wages, de salarissen, stijgen nog niet mee met de inflatie. En dat is eigenlijk waar het een beetje misgaat. We hadden het vorige week over MMT. Mocht je die video niet gezien hebben, ga hem kijken. Richting het einde van de video heb ik het over MMT. Dat is de moderne monetaire theorie, die overigens al heel erg lang bestaat. Maar deze theorie schetst dat je geld ongebreideld maar kan bijprinten, totdat je optimale werkgelegenheid hebt gecreëerd. En we zien nu natuurlijk dat werkgelegenheid afneemt. Dat er steeds meer werkloosheid is. En ondertussen blijft de geldprinter aanstaan. En ik ben het niet eens, en dat leg ik in die video uit, met het feit dat de monetaire theorie, zoals de moderne theorie hem voorstelt, dat dat klopt, dat dat juist is. En ik ben het wel vaker niet eens, hè? Ook met de Keynesiaanse visie, de inflationaire maatregelen, de deflationaire maatregelen waarmee je de economie kan aansturen, daar ben ik het ook niet mee eens. Ze zeggen bijvoorbeeld dat prijsstabiliteit, 2% inflatie per jaar, dat dat goed is, want wij weten dat er 2% inflatie per jaar is. Dus we gaan met z'n allen geld uitgeven. Nou, dat is natuurlijk in mijn optiek onzin, maar dat is wel waar deze theorie op gestoeld is. En wat we dus nu zien, is dat er een soort splitsing aan het plaatsvinden is. Hier gebeurt iets heel vreemds. Mensen zijn werkloos, maar willen niet applyen voor een job omdat het salaris te laag is. Dat is wat er gebeurt. En het doet me herinneren aan een periode in de jaren 70. 1970 stond een periode van stagflatie centraal. En wat zagen we tijdens stagflatie? Tijdens stagflatie nam de economische groei behoorlijk af, terwijl de unemployment juist toenam. We hadden een periode van stagnation, dus economic stagnation, en een slowly een vertraging van de economische growth, terwijl er dus inflatie toenam. Dus dat is waar stagflation dan vandaan komt. Dat is waar het op neerkomt. En stagflation was dus in de jaren 70, moet ik zeggen, echt wel een ding. En hier valt heel lastig uit te komen. Je kan hier niet zo goed meer uitkomen. En waarom is dat, dat je niet meer zo goed uit een periode van stagflatie komt? Omdat er verschillende maatregelen zijn. We hebben natuurlijk maatregelen om de economie weer aan te wenden tijdens laagconjunctuur. En we hebben maatregelen om de economie weer wat neerwaarts te laten verlopen tijdens hoogconjunctuur. Ik ben meer van de Oostenrijkse school. Laat de economie lekker voor wat het is. Maar de centrale banken vinden dat anders. Die zijn aanhanger van de Keynesiaanse zienswijze. Nou, op het moment dat je dat aanhangt, dan kun je dus zeggen, we gaan de rente verlagen op het moment dat het economisch slechter gaat. De rente wordt verlaagd, daardoor wordt er meer geïnvesteerd in R&D, in research and development. En op het moment dat er meer wordt geïnvesteerd in R&D, dan zorgt dat ervoor dat er weer een opwaartse spiraal komt. Want die bedrijven hebben meer mensen nodig, die mensen die gaan op hun beurt weer hun salaris uitgeven en de economie zou opwaarts moeten gaan. Wat gebeurt er? De rente gaat omlaag, maar bedrijven die nemen leningen om hun eigen aandelen op te kopen. Gewoon werkende mensen nemen hypotheken om vastgoed mee te kopen. Wat krijg je? Stijgende aandelenmarkten, stijgende vastgoedprijzen. Het verhaal, de Keynesiaanse visie, klopt in mijn optiek niet. En wat heb je in een periode van stagflatie? Inflatie neemt toe. Dus als inflatie toeneemt, zou je zeggen, nou, dan laten we de geldcreatie, de geldkraan, die draaien we wat dicht. Want dan kunnen de prijzen weer wat afzwakken. Maar dat kan niet, want de economische groei, die neemt ook af. En om de economie te laten groeien, het piramidespel wat ik net al zei, moet er nieuw geld bij. Met die drugsverslaafden waar ik het vaker over heb gehad. Als je hetzelfde effect wil creëren, heb je steeds meer drugs nodig. Dus er is steeds meer monetaire druk, steeds meer geld nodig om datzelfde effect te creëren. En dat lukt niet. Want als je die kraan uitzet, dan heb je dat niet en dan stort het systeem in elkaar. Wat ik net ook als voorbeeld gaf, er worden dan geen staatsobligaties meer opgekocht. En dat betekent dus dat overheden eigenlijk een soort van failliet gaan. En aan de andere kant, gooi je de rente omhoog, dan hebben we hetzelfde. Want dan kunnen de overheden en de bedrijven en alle mensen die nieuwe hypotheken hebben genomen, hun rente niet meer betalen. Dan krijg je dus dat partijen zwaar in default gaan. Dus eigenlijk linksom of rechtsom zit het nu vast in die stagflation-bubbel. Hoe kom je hier nou uit? Hoe kan je jezelf uit zo'n stagflatiebubbel krijgen? En dat is eigenlijk wat ik op Twitter vroeg. Weet iemand hoe dit probleem toen opgelost is? En Willem Middelkoop reageerde hierop. Die zei, Google naar Paul Volcker to rescue. Paul Volcker, die heeft de interest rates op moeten laten lopen tot 20%. Dat was een verschrikkelijke tijd, stelt men.
Als nu de interest rates zouden oplopen naar 20%, dan krijgen we een default van vrijwel alles. Ondernemers, bedrijven, ook huishoudens. Denk aan de mensen die nu hypotheek hebben. Denk aan de mensen, de huistuin- en keukenbeleggers, die ineens een tweede huis of een derde of een vierde erbij konden kopen. Op hun inkomen. Of op de huur die ze vanuit die woningen zouden krijgen. Alleen daar al op. Dus hij had het over de interest rates. We hebben natuurlijk mevrouw Jelle vorige week gehoord. Die zei, ik ga de interest rates misschien een beetje laten oplopen. Zij is Treasury Secretary in Amerika. Ook al zegt mevrouw Lagarde dat overigens niet. Mevrouw Jelle heeft het ook weer teruggenomen. Maar vaak doen zij aan verwachtingsmanagement? Hebben we het eerder over gehad. Wat ik eventjes wil laten zien. Hè, want we hebben het net gehad over de onkunde eigenlijk van centrale banken. Waar we nu tegenaan lopen is dat centrale banken proberen nog een vinger in de pap te houden. Want het geld gaat vanuit de bank naar crypto. Ik ben steeds meer van mijn gelden richting crypto aan het verplaatsen. Ook mijn zakelijke gelden. Ik heb heel lang gezegd, nou dat doe ik niet. Belastingen en dergelijke, dat doe ik niet. Maar toch gaan we steeds meer uit dat systeem halen. Want je hebt te maken met inflatie. Je hebt te maken met negatieve rente. En op een gegeven moment ben je er wel een beetje klaar mee. Dus banken zien dit en iedere euro, iedere dollar die uit dat systeem wordt gehaald, is een dollar minder en zorgt voor een systeemrisico. Maakt de kans op een systeemrisico groter. Onlangs zei de Bank of England governor, dus de governor van de Bank of England, dat cryptocurrency investors prepared moeten zijn om al hun geld mogelijk te kunnen verliezen. En ik wil daarmee het volgende aan je laten zien. Dit is de koopkracht van de Britse pond, de GBP, van 1209 tot 2019. Zie je wat de koopkracht van die Britse pond doet? Die neemt af. Die gaat naar nagenoeg nul. En ik heb dit voorbeeld ook vaker genoemd als we keken naar de oprichting van de Federal Reserve in 1918 of 3 uit mijn hoofd. Dyslexie maakt het soms even een beetje lastig. Maar in het beginjaren 1900, toen is de Federal Reserve opgericht. En vanaf dat moment is de koopkracht van $1 van $100 naar nagenoeg $2 gedaald. De waarde van die koopkracht. En als je dat tegen elkaar aflegt en dan kijkt naar de cost of living. Ik heb hier een voorbeeld van 2017. Dat zal nu nog heftiger zijn. Want nu kost een gemiddeld huis volgens mij $350.000. En in 1970 was dat $23.000. En wat er vaak wordt gesteld is, nou het gaat allemaal goed. We kunnen allemaal duurdere producten kopen. Het leven is ook veel luxer en mooier. Maar wat ik dan altijd als voorbeeld noem is, vroeger kon een jong gezin... kon prima rondkomen met één inkomen. De vrouw bleef thuis, die zorgde voor de kinderen. De man ging naar het werk. Dat kan ook. Kijk maar eens naar de verhouding van het gemiddelde inkomen ten opzichte van de prijs van een huis. Je kon toen met een beetje sparen in 5 jaar, of zelfs minder als je echt goed spaarde, kon je gewoon prima zelf een huis bij elkaar sparen. Nou, nu kun je daar niet meer aan denken. Dat is nagenoeg onmogelijk om dat te doen. Je hebt dus een hypotheek nodig. Ook de verhouding van de kosten van een auto ten opzichte van de verhouding van de kosten van een auto van nu ten opzichte van het inkomen is bizar. Bijna je hele inkomen, nou, een beetje overdreven, maar toch wel ruim meer dan de helft. Laten we zeggen 2/3. Terwijl dat 1/3 was in de jaren 70. En ook het gemiddelde uurloon is niet dusdanig hard meegestegen. Terwijl we kijken naar alle andere prijzen, die zijn wel echt fors toegenomen. En in het bijzonder vind ik de huizenprijzen echt wel de fors bovenuit schieten. Dus je ziet hieraan dat je koopkracht echt wel fors afneemt en dat je gemiddelde inkomen niet toeneemt. En dat is ook weer om terug te gaan naar dat voorbeeld van, waar is hij nou? Dat voorbeeld hier van Ed van der Walt, die dus zegt, er komt zo'n verschil in wat je kan verdienen met een gemiddelde baan ten opzichte van de inflatie, dat mensen gewoon zeggen, ik doe het niet meer. Ik ga thuis zitten en ik ga gewoon mijn UBI vangen. Mijn Universal Basic Income vangen. En dat is wel een mogelijkheid waar we naartoe gaan. Hè? Puur als je vanuit de helikopter view kijkt. En dat is ook waar het op neerkomt. Hè? Met dat bericht van die Noam Chomsky. The general population doesn't know what's happening. And it doesn't even know that it doesn't know. En dat is waar het nu op neerkomt, wat we zien. En ik verwacht dat dit alleen nog maar sterker zal gaan toenemen. Kijkend naar het inflatiecijfer,
dit is iets wat ik de afgelopen maanden zo vaak heb benadrukt. En nu pas zien we het. Ja, ik was een beetje aan de vroege kant, natuurlijk. Maar liever te vroeg dan te laat. We zien het nu. We zien dat die inflatie toeneemt. De US producers price rose 6.2% year on year in April. More than expected. Dus het bizarre is dat dit enorm aan het toenemen is. En als we kijken naar de effectieve inflatiecijfer, dat CPI-mandje waar dus onlangs aan getweakt was, waar men van zei, nou, we gaan dat inflatiecijfer niet meer op die manier berekenen. Als we het nieuwe mandje volgens de nieuwe berekening erbij pakt, dan zien we dus dat daar 4% op het bord staat, meer dan 4% inflatie. En dat is echt fors. Ik noem wel eens het voorbeeld, als je 1 meter hebt en je zegt, nou, prijsstabiliteit, dus meterstabiliteit, vinden wij dat die meter ieder jaar wel 2 meter groter mag worden. Op een gegeven moment is die 1 meter geen 1 meter meer, maar 2 meter. En dat is hoe het gaat. Want telkens wordt die 2% van die grotere meter genomen. Dus eerst heb je 2% van 100% en daarna wordt het 2% van 102%. En dat neemt men telkens mee. Dus op een gegeven moment heb je binnen no time die 2 meter. En we zien dat dus nu fors toenemen. Hè? Je koopkracht neemt fors af. En dat is de reden waarom veel partijen interesse hebben in Bitcoin. Waarom veel institutionals er naar kijken. En ik snap dat onderliggend vanuit echt investeringsperspectief, dat mensen altcoins interessant vinden als belegging om geld mee te verdienen. Maar dat is niet de reden waarom men Bitcoin kocht. Men kocht Bitcoin omdat ze niet langzaam armer willen worden. Door de negatieve rente en door de inflatie. En niet het risico willen lopen van een derde partij, dat een bank omvalt. Dat is in de kern waarom Bitcoin in het leven geroepen is, waarom mensen, bedrijven, institutionele partijen, grote namen Bitcoin willen bezitten. Dus houd dat in je achterhoofd op het moment dat je een aanschaf doet. We zijn hier voor de revolutie en niet voor de bubbel. Goed, genoeg hierover. We gaan nog even als laatste naar de grafiek. Ja, we beginnen even bij de grafiek van Bitcoin op de daggrafiek. Ik heb hier Bitstamp voor me, Hayek en Ashi candles. Iedere candle vertegenwoordigt 1 dag. En wat je hier ziet is dat we telkens omhoog gingen, een patroon vormde en eventjes consolideerde. Hier hadden we dus een rising wedge. Iedere keer weer een all-time high, rising wedge. Braken neerwaarts uit. En we zitten nu nog in deze opwaartse trend. We hebben hier een beetje de bodem semi getest. Maar wat opvallend is, is dat de bodems op de grafiek, hier die lows op de grafiek, omlaag gaan. Terwijl de lows op de RSI omhoog gaan. Het is nog net niet echt positieve divergentie, omdat we niet in het onder het 30 kanaal terechtgekomen zijn. Maar eigenlijk zou je dit in mijn optiek al wel een beetje kunnen zeggen, omdat we hier niet vaak onderkomen. Het gebeurt niet vaak dat we zo laag op RSI zitten. Hier hebben we het een keer gezien. Dit was ook forse positieve divergentie. Als we puur alleen al de bodies van de candles meepakten. Hier hebben we dus alleen nog maar op de wicks van de candles. Ook wel een beetje op de bodies overigens. Maar dat is wat we momenteel zien. En we zien dus nog een mooie uptrend. We gaan even wat inzoomen naar de 4-uurs grafiek. En dan kijken we hoe het plaatje er hierbij ligt. Nou, hier zien we ook, we zijn er dus iets onder uitgeschoten. Maar als je deze hier een parallel langs steekt, dan hangen we er nog precies in. Hier aan de bovenkant kun je ook een parallel langs steken. En dan hangen we er precies in. We hadden hier een nieuw patroon. Die leek eigenlijk op deze rising wedge. Neerwaarts uitgebroken. Precies het koersdoel geraakt. Ik kan het je even laten zien. Ik heb dit overigens ook uitgebreid in de community behandeld. In de community bespreken we iedere dag hoe de grafiek erbij hangt. En ook de korte termijn grafieken. Nou, dan zie je eigenlijk dat we perfect, en als we hem hier, als we dit mee hadden gepakt, dat we perfect de body van de candle gekald. En daarna gingen we langzaamaan weer omhoog. En ik ga nog even iets verder voor je inzoomen. Want op de 30 min hadden we hier een ascending broadening formation. Die opwaarts uitgebroken is. Een koersstoel die precies hier lag. Op 51,5 uit mijn hoofd was dat. En die hebben we ook precies geraakt. We hangen nu in deze mini-opwaartse trend. In deze mini-opwaartse trend. Hier hadden we trouwens positieve divergentie. Prachtige positieve divergentie. En de bedoeling is nu dat we eigenlijk boven deze, dit was een lijn die ik al voor de communityleden had getekend als nieuw point. Maar eigenlijk een lijn die we boven deze steun weer zichtbaar willen zien. En dat we dus langzaamaan weer opwaarts lopen binnen dit opwaartse trendkanaal. Het lijkt een beetje op een soort bodemformatie, bodemachtige formatie, waarbij we hier dan de toppen hebben zitten.
En het zou mooi zijn als we weer een soort cup and handle gaan vormen. Echter is dat nog wel veel te vroeg om te zeggen. Maar het zou een mooi aanschafmoment zijn om gebruik te maken van de nieuwe opwaartse trend die komt. We kunnen overigens nu niet echt iets over de long-term trend zeggen. We zitten gewoon nog in een opwaartse beweging. Echter is dit wel een belangrijk punt. Hè. Het zou kunnen zijn dat we hier toch wel onderuit schieten en hier pas steun vinden. Dat zou wel een beetje jammer zijn, want dan hebben we echt wel een fors neerwaarts koersstoel. Maar vooralsnog lijkt het daar niet op. We hangen dus nu rustig in deze trend. En dan zouden we weer mooi rustig aan opwaarts kunnen gaan. Voor nu is het dus rustig afwachten. En ik krijg trouwens de laatste tijd super vaak de vraag van mensen die zeggen: hey Madelon, waar kan ik nou goedkoop Bitcoin kopen? En er is natuurlijk een verschil tussen makkelijk en simpel Bitcoin kopen en goedkoop Bitcoin kopen. Ik heb hieronder een link voor je neergezet waar je 1000 euro aan transactietegoed krijgt. Je kan dus 1000 euro gratis Bitcoin kopen. Is het eigenlijk waar het op neerkomt, zonder dus dat je transactiekosten hoeft te betalen. Dat kan via deze onderstaande link. En overigens raad ik je aan om ook één keer in de zoveel tijd even bij de support links te kijken. Want op het moment dat we bepaalde acties of iets dergelijks hebben, dan zet ik dat bij de support links erbij. En dat is dan speciaal voor de kijkers van dit kanaal. Dus check die ook één keer in de zoveel tijd even. En hieronder dus een link om 1000 euro gratis Bitcoin te kunnen kopen. Voor nu, even kijken, hebben we het belangrijkste op de grafiek besproken. Ik hou je in de community trouwens gewoon op de hoogte op het moment dat er belangrijke uitbraken zijn. Zoals we bijvoorbeeld gisteravond en vanochtend hadden gezien. Natuurlijk vermelden waard. En voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou je ook willen aanraden om even mij te volgen op Instagram, waar ik je op de hoogte hou over het laatste nieuws, over mijn mening over van alles en nog wat. In mijn laatste post, dat was deze, heb ik overigens ook mijn mening gegeven over Elon Musk. Dus als je me op Twitter volgt, dan heb je wat vaker op vakere basis informatie over wat er gaande is. Dat kan via Madelon Vos lage streepje. En op Twitter kan dat trouwens ook via Madelon Vos met 2 lage streepjes. Wees trouwens wel even een beetje op je hoede, want er zijn de laatste tijd veel scammers actief. Ik stuur nooit uit mezelf berichten. Ik adverteer niet. Dus als je een advertentie van mij ziet, die is niet van mij. Ik adverteer nooit. Er zijn mensen die mijn foto's gebruiken en daarmee adverteren. Houd daar even rekening mee. Op Instagram heb ik een blauw vinkje. Op YouTube is dat niet het geval. Maar als ik reageer op jou op YouTube, dan moet er een grijs balkje omheen zitten. Want dan ben ik het. Dan is het mijn eigen kanaal waar ik mee gereageerd heb. Als ik dat onder mijn eigen video doe. En daarnaast op Twitter, dus Madelon Vos met 2 lage streepjes, let daar even extra op en trap er alsjeblieft niet in. Stuur mij anders gewoon een berichtje op mijn andere kanalen als je zeker wil weten of ik het ben, dan kun je het in ieder geval even nalopen. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Ik in ieder geval wel. Ik zie je graag volgende week weer terug bij een nieuwe Madelon Praat. Tot dan, doei!